dit is Pep. Ja, en ik heb gezien door de reacties van het vorige filmpje, want toen, ja, toen las ze bij mij op schoot. Ja, daar heb ik gemerkt dat er veel hondenliefhebbers, in ieder geval dierenliefhebbers zijn, onder de volgers. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan vertel ik ook maar eventjes dat Pep, maar dat zag je net al aan die snuit van haar. Hier, kijk maar, hier, kijk. Nee, kijk, ze is niet echt op de gemak, nee. En ik zal je even uitleggen waarom. Ze is dus met de achterpoot is dus in een stukje glas gekomen of zo. En is een van die kussentjes, die is stuk gegaan, die is gaan bloeden. En het is daarna een beetje gaan ontsteken. Dus ja, hup, wij naar de dierenarts natuurlijk. Hè, met mevrouw, ja. En ja, nou ja, en nu hebben ze de zalf en van alles. En ze hebben injecties gehad tegen de pijn een beetje en antibiotica. En ja, ja, ze wil eigenlijk liever niet lopen en ze wil ook niet naar buiten kijken. Nou zit ze hier stil, hier, met een pootje daar. Kijk, ja, en dat is het dan. Het is natuurlijk een beetje een drama queen. Ja, welke hond niet? Deze zeker, hè? Ja, want ik kan ze maar aankijken, zo van, oh, je ziet toch wel hoe zielig ik ben? Ja, dat zien we. Kijk, dan kunnen we allemaal zien hoe zielig ze is. Kijk. Ja, en nou ligt ze de hele dag ligt ze zo in de bank. Hier, kijk, zo, zo. En dan ligt ze er maar, ja, want ja, ja. Voelt zich natuurlijk niet zo best, voelt zich niet zo lekker, dit en dat. Dus ja, mevrouw gaat even nergens heen. Dus die blijft gewoon zomaar een beetje in die bank liggen. Ja, en als ze dan niet helemaal lekker zijn, nee, dat weten jullie zelf wel, als je een hond hebt. Ja, dan, ja, dan gaan ze de hele dag liggen aankijken, een beetje zo, een beetje meewarig aankijken, zo. Dat, ja, want ja. De hele wereld vergaat natuurlijk. En ze dragen alle ellende met zich mee. Ze zijn ontzettend, ontzettend zielig. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja. 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 Kijk hier. Ja. Oh. Ja. Nou ja. Hier. Hé. Hey, luister eens even goed. We gaan naar de dokter toe met jou. Hé? Ja. Daar gaat ze weer heen. Morgen gaat ze weer naar de dokter toe. Ja. En dan komt het allemaal, komt het allemaal dik in orde. Ja, natuurlijk. Ja, tot zover jongens. De update over, ja, Pep.